Je kunt terugkijken op een periode van 6 jaar. Sinds 2010 zit je hier. Hoe beoordeel je een technisch directeur, denk je? Hoe kan je die het best beoordelen? Ja, in principe is dat natuurlijk aan de Raad van Commissarissen. Kijk, de buitenwacht die tekent het vaak af aan een titel of niet. Ik denk dat het werk veel breder ligt. En ik zeg ook vaak, kijk, als er een selectie is die kampioenswaardig is, dan hebben wij vanuit de leiding en de scouting en de opleiding hebben dat gedaan wat we moeten doen. En dan is het aan de spelers en de staf om te kijken om het maximale uit te halen. Ja. Nou, daar probeer je weer te ondersteunen om de voorwaarden te scheppen om optimaal te presteren. Maar wat ik al in het begin zei, ik denk dat mijn werk veel breder ligt. En ja, dus het gaat ook om de fundamenten aan de jeugdkant natuurlijk. Ja. En het hele scoutingsapparaat daaromheen. Ja. Wat weegt het zwaarst als je zeg maar, al die facetten van jouw vak moet afwegen? Nou, uiteindelijk weegt het zwaarst natuurlijk het succes van het eerste elftal. Omdat dat het meest in het oog springt en dat ook met name financieel de meeste gevolgen heeft. Een jaar Champions League of niet, dat scheelt zomaar 20 miljoen. Dus daaraan kan je veel afmeten en zul je ook, dat bepaalt ook of je andere dingen die je graag wil in die club kan bekostigen.